Goedemiddag. Hij is binnen. Heb ik zo lang voor gewacht. Dat is de VTL Smart Sensor kraan, infrarood. Met die apparaat, je kan de water besparen en kan je de stroom besparen en elektriciteit besparen. Met een hele klein apparaat, maar er zit echt heel veel voordelen in. Ik heb zelf eentje geïnstalleerd in de keuken en, bij ons. Dat ga ik zo laten zien. Maar ik ga hem nu openmaken, dan kan je zien wat erin zit. Hij past op alle kranen. Je kan installeren op de meeste soorten kranen. Ik denk alles. Er zit ook... kijk, dat is de hoekje, hoe je kan hem installeren. Zoals je ziet. Dat is hier ook. Het is heel makkelijk, ik heb echt gedaan, duurt geen minuut. Dat is echt heel simpel. Hier zit een verlengstukje. Dat kan je op alle soorten kranen installeren. En hier heb je ook, dat is de roepbar voor, zie je? Dat is echt gewoon heel simpel. Als ik kan het doen, dan iedereen kan dat doen, omdat ik heb echt twee linkshanden. Dat is hem. Moet je kijken. Hoe mooi. Kijk. Hier. Hier zit een plek om op te laden. Oké. Okay. Je hebt hier een sensor. En heb hier ook een sensor. De sensor van hier, die laat de water gewoon doorlopen. De sensor van hier, die werkt echt alleen maar als je hand eronder, dan gaat die werken, haal je handen weg, dan gaat het stoppen. Dus hier, doe je zo, dan komt het water, ga je zo, gaat het water stoppen. Maar als ga je hier zo doen, dan water blijft gewoon doorlopen. Ik neem jullie mee naar de keuken, dan ga ik even jullie laten zien wat ik heb gedaan. Ik ben heel erg trots op mezelf. Normaal doe ik helemaal niks met elektriciteit of water, maar die heb ik echt zelf gedaan. Daar ben ik echt hartstikke blij mee. Kijk, dat is hem. Ik ga hier laten zien. Zie je? Dus als ik hier zo doe, dan komt het water uit. Doe ik zo, dan komt het water uit. Zie je? Als ik hier doe, dan blijft het water gewoon doorlopen. Wil ik het stoppen, dan doe ik zo. Weer aan, doe ik zo. Stoppen, doe ik zo. Wil ik iets wassen of zo, doe ik zo. Gaat vanzelf stoppen. Zie je? Dus, zoals ik zeg, ik ben heel erg trots op mezelf. Dat heb ik zelf gedaan. Normaal, ik laat altijd de mensen dat doen voor mij. Maar, ik vind het zo makkelijk. Oké, dat ga ik hier ook laten zien op de VTL. Kijk, dus de VTL, smart, sensorkraan, infrarood sensor, automatisch, waterkraan. Oké, jullie hebben gezien, dus eigenlijk ik hoef niet zoveel te vertellen. Dat is het stukje wat erbij zit. Hij past bijna op alle kranen. Zoals je ziet, ik heb dat hier kan je opladen. Hij gebruikt gewoon een C-connector. Heel makkelijk te installeren, echt. Dat iedereen kan dat doen. Dat is, kijk hier, je hebt zo'n... kijk, die heb je ook, die krijg je ook erbij. En met die kan je echt, alle soorten kranen kan je gewoon draaien. Dus het maakt niet uit als zo dik of zo dun. Je kan gewoon makkelijk installeren. Ik ga nog een video voor jullie maken voor deze, maar die maak ik morgen. Vandaag heb ik geen tijd meer. Morgen maak ik een video voor deze, dat is ook een hele goede product. Dat is voor de zeep, daar kan je ook je handen onder doen, dat bespaart ook de zeep. En is hygiëne is voor corona, weet ik veel allemaal. In ieder geval, ik zie jullie morgen met een nieuwe video. En bedankt en dag.